Dat is het. Ja, je zit al. Je zit al op opnemen. Ja, okay. Nee, ik ben nu aan het opnemen. Dat is gewoon hier de camera. Dat ik probeer dat ik een beetje weet waar de focus ligt. Ik zal ze weten in mijn webcam. Ja, het is gewoon een beetje dat ik weet waar het. GSM heeft echt een zieke kwaliteit. Ja, maar GSM's hebben nog een goede kwaliteit. Dus dan heb ik dat programma gebruikt. Oké, okay. U. Ja, maar gewoon in het algemeen, want die ook zo automatisch focust. Ja. Dat is hetgene dat het eigenlijk interessant maakt. Zo, even. Hoe komt het hier? Ja, maar daarmee ben ik aan het denken. Maar ik wil weten hoe ik begin. Ik wil weten hoe ik begin. Hoe ga je beginnen? Ik weet niet. Even sowieso met een klap. Zink. Ja, maar nog eens met hallo, Poképlayers. Vandaag gaan we een boosterbox van Brilliant Stars opendoen. Dit is een van de nieuwste sets momenteel van de Pokémon TCG. Hier zitten heel leuke kaarten in, zoals de Shaymin V, Charizard V, ook de welbekende nu Arceus V. Bij mij zit ook Shmon, Eileen en Rani die me mee gaan helpen voor boosters te openen. Yeah. Dus ik heb hun al één booster gegeven om te beginnen openen en dan mogen zij die nu als eerste openen. Voilà, daar gaan we een booster voor Eileen. Kreukel, kreukel, kreukel. Oh shit, die is al open. Is dat echt? Ja. Is er een klachtbrief? Zijn die allemaal open? Nee. Nee. Oh, nee, wat is Ruzie. Bro. Dat zou niet, that's not a good sign. Ik zal... Dat opzij en dan? Ik zal de shuffle trick, je pakt de onderste vier en... De bovenste vier. De bovenste vier. En die schuif je gewoon helemaal naar voren. Dan heb je de uncommons van voor. Oké. Okay. Dat in beeld? Ja. Oké. Okay. Beginnen met Steel Energy. Kindler. Primplup. Sharon Scare. Trapinch. Ik ben heel cool in Chino. Ah, ja, hij is het afstoppen. Oh. Execute. Starly. Shroomish. Piplup. Gabite for the reverse holo. En Grimmsnarl non-holo rare. En we hebben al de eerste pool. Dankjewel, Eileen. De Single Strike, Urshifu V, Trainer Art. Ik heb niet zoveel sliefjes mee, maar hier. Ja, ik heb ook mijn sliefjes mee, dus maakt niet uit. Als ook deze hele schattige Alcremie. Voilà. Cute. Weet je wat nu wel heel tof is? Weet je wat nu wel echt wel heel nice is? Ik, ja, Lender had een boosterbox en ik en Odin. Ik ben bezig met een Single Strike Urshifu deck, dus dat is nu wel heel nice dat, dat Eileen deze voor mij gepoeld heeft. Dus even aan de kant zetten. Is die aan het blinken? Yes. Yo, maar die is wel echt cool. Die is inderdaad heel, heel cool. Wat trek ik? Ik heb de reverse Weavile. De reverse Weavile, ja. En dan? Een holo Dusknoir. Een holo Dusknoir, nice. Cool. Ik zei net van, ik ben een single strike Urshifu deck aan het maken. Dat is nu mijn derde, dat is fucking nice. Ah, je kunt hem mooi. Leg die gewoon, ja. Maar een stapeltje, we gaan even de pools gaan we even hieronder leggen. De coole pools, dat zijn niet ja. Niet speciaal, het is. Nee, alles wat. Maar het is heel belangrijk dat je ziet hoe schattig die Minchino is. Hij is aan het afstoffen. Laat maar zien aan de camera. Hij is een staart, hij is aan het afstoffen. Hij is een staart. I love him. Mag ik anders dat doosje hebben van de Elite Trainer Box? No. Hallo. Hallo, heet ik Bol. Je had nog steeds de regel dat als er Mareeps in zitten, dat je mag claimen. Jij mocht de Mareeps claimen, maar ik weet niet, zit Mareep in deze set? Nee. Ah, daarom net als er een Mareep in zit, dan is het een zo. Het is wel super rare. Oh, weer al. Ultra rare. Terug weer de laatste vier. Jop. Je hebt wel rare happy natuurlijk. Ja, ik ga plezier. Ja, maar ik ken ook iemand die gehaald daar. Die kocht alleen maar boosters om dat open te doen en die gaf dan al die kaarten aan mij. Dus. Maar ik deed. Zo ben ik begonnen. Maar gewoon omdat ik het fun had met open doen. And then it became an addiction. Voilà, nu heb ik een spaatbeeld. Water Energy, Double Turbo Energy, Probopass, Primplup, Electrobus. Steven, deze is voor jou. Alucha, Buizel, Gibble. Die is schattig, hè? Hij is verkouden. Ja. Trapinch, Reverse Holo Primplup en Mewtwo. Rare. Iemand van de kinderen van de designers moet ook een kaart maken. Wauw. Wow. Trashing on the cards.
De R. Oh, je hebt nog één. Hey, en de Raikou V. Twee. Twee op twee, dat is echt goed. Goed deze Helene. Helene is broken. Ja, en ook deze. Ik heb zo'n slechte koeien. Welke is dat? De Luxio. Ah, de Luxio. Ik ga even wel mijn sleeves pakken. Die gesleeved werd, mag ik niet geven. Ja. Die moet in principe niet. De Luxio. De Luxio echt niet. Maar die blijft staan. Maar die Raikou, wel. Die moet gesleeved zijn. Voor sleeves pakken we de Sphinx Dragon Dragon Shield sleeves, not sponsored. Hoe is Belts te veel heeft? Ah, heb je dat gekocht, maar ze zijn verloren. Nee, waar? Waarom ben ik in beeld? Van waar kom je? Ah, van hier. Nog iemand die een booster wil open doen? Welke wil je open doen, Rani? De Shaman. De Shaman. Oh. Ja. Dankjewel. Ik wist dat je voor de Whimsicott ging gaan. Als het schattig is, dan doe ik het open. Kijk eens wat ik. If it's cute, I open it. We zijn schattig. Oké, ik ben echt wel een beetje verontrustend aan het worden dat ik alleen maar witte aan het poelen ben. Ik had net een zwarte en die hier... Nee, ik heb nog altijd goede zwarte. Ah ja, nee, de witte zijn nu de niet. Zo de... Ik heb uit een witte en een zwarte een full art getrokken. Ja, want je kunt uit beide, want het is deze. Dit is een special art. Deze is effectief de... Dit zijn de trainer arts. Ja, juist. Nee, het klopt niet. Dat is een meme dat hij een joystick nodig had. Ah, voilà. Ja, maar nee, hallo. Hallo, ik heb die ook nodig. Echt als je erbij belt. Psychic Energy. Fresh Water Set. Starmie, Weevil is al gereveeld. Welke kaart is dat? Ah, de Grimer. Waar is dat? De Doof. Deze is ook wel schattig. Oh, ik heb de andere twee starters al gezien. De Chimchar, Turkmenchino. Wilt u daar de claim op maken, op de Menchino? Op eentje misschien. Ik heb al mijn kaarten aan Arno. Ja, maakt niet uit. Pak maar. Ik heb gewoon schattige kaarten. Ik weet, er zijn er veel die dat doen. Baldo, Snorunt. Nosepath. Choice Belt Reverse, dat is wel heel nice. En een Clefable Non-Hollow. Ah, oké. Ik heb een Reverse. Ja, maar dat is gewoon een Reverse Hollow. En een Hollow Volume. Dat is wel nice. Dat is wel nice. Ja, dus de camera staat eigenlijk zo gericht. Dus als je zo laat zien, dan staat het recht erop. Ja. Dus als je het zo staat, dan is die... Dan is het recht oké. Okay. Chino is de kaart. Dit is wel nice om te pullen, Reverse. Reverse. Choice Belt. Choice Belt is altijd goed. Choice Belt. Choice Belt is always nice. Die boeren komen kijken. Ik zal nog... Zit er een nieuwe in deze? In deze... Kunt we... Allee. Pech maar uit wie wat pakt. Altijd Alternate art. Dat is de laatste keer. Ja, gewoon afwisselen. Tot nu toe ben ik echt, echt slecht aan poelen, maar echt heel, heel slecht aan poelen. Ja, ik als je een Vaporeon trekt, ik heb hem nodig. Ik heb Kennel Jolteons, één Flareon, een Eevee, maar ik heb geen Vaporeon. I want Vaporeon. Oh. Maar niet spraak. Nee, dat zwarte is te veel. Nee, ik weet het. Met daarmee, maar sommige... Ik heb al gelezen dat sommigen denken, oh, dan is dat gegarandeerd een pool, maar sommigen... Ah, ik heb ook al mensen gezien die het niet hebben. Maar ja, dus V-Star token, is altijd nice. Oeh, Eline met de double whammy. Oeh. Is dat 3-3? Ah. Nee, net had ik niks. Dat is om te compenseren voor die ervoor. Ja, dat is echt. Ik zit nog altijd 100%. Inderdaad, dat is echt wel heel, heel nice. Dat is echt een dubbel. Dat één is een trainer. Dat is dus de V, dus dat is eigenlijk de speciale kaart. Maar je hebt nu trainer arts. En dat zijn eigenlijk... Dus dat is een trainer art en dat is een special. Ja. Nee, andersom. Mijn Minchino is weg. Ja, dus de Minchino is weg. De Denable. Maar het is mijn Minchino. Ik heb een reverse Cynthia's Ambition. Ik kan zijn hele machine hier heb gestoken. Maar. En een professor Research. Oeh. Dat is altijd een naam. Het is Rohan, je favoriet. Maar die Shaman is wel, dat is een andere. Ja, dat is een full art. Ja. Maar dat is ook een andere dan deze. Nee, dat is dezelfde als die. Ja. Maar dat is een andere art. Dat is een alternate art, die is ook duur. Ja, die is full art. Full art. Je hebt die ook in Rainbow. Je hebt die ook in Rainbow, als ik me niet vergis. Ja. Ik heb een kei goeie voorraad. Ik ben de holo's aan het uithalen. Is dat ook iets? Ja, maar ik denk dat jullie gewoon mijn pools... Letterlijk, ik denk dat ik ook gewoon een schattig pakje moet gaan pakken. Want, ik denk het ook, denk je. Want, weet je, ik ga het gewoon zo doen.
Dus dat is de kaart die zegt wat het moet liggen voor de... Hier. Hier liggen nog twee sleeves van Simon. Ja, maar ik heb hier ook nog sleeves bij me. Oeps. Je hebt gelijk, ik heb twee schattig. Ja. Is dat? Kies maar. Ja, toch terug voor de schattige. Ik ga de Arceus. Hij weet wat. Ja, maar blijkbaar zitten daar wel de pools in. Ja, want ik ben Arceus en Charizard aan het openen. Ik ben Arceus en Charizard aan het openen en ik krijg geen enkele pool. Maar dus, het klopt dus niet met dit, hè, want we zijn ze doorheen. Nee, vroeger was het wit. Vroeger was het wit, maar ik denk dat nu momenteel met zwart à la 6 zijn. En een storm die ontzonnen. Ik had hem ook al. Water energy. Maar deze heb ik gekregen. Vibrava. Ik had dat. Tropius. Hij is Engie. Kledel. Cherubi. Dat is Sak. Garfish. Golet. Chimeko. Cupchu Reverse. En een Charizard V-Star. It's a Charizard. My favorite Pokémon is a Charizard. Ik heb de Reverse Spot Helmet. Anders dan nog eens. Oh, nice. Ja, sorry. Hier, dit is een referentie. En een Manaphy. Oeh. Manaphy is ook een hele goede kaart, ja. Ja, het is een verdedigt uw bench Pokémon. Van aanval. En als we goed maar verwezen, dan bossen we ook een ding. Ik ben die daar aan het leggen bij hem. Ja, ik wil ook kies. Ja, de kaarten liggen gewoon hier met de ding. Tot nu toe hebben we wel al heel mooie pools. Ja. Als ik nu al bekijk, hebben we twee goede character arts. We hebben de Full Art Shaman, we hebben een V-Star, Charizard en een Raikou V. Ik heb die daar. Ja. Want de codes hou ik bij. Hier, hè? Ja, ik vergeet het ook altijd. Ze achter de deur van het Kingler! Kingler V, let's go! Hoeveel kost eigenlijk zo'n box? 140 euro. Wat? Niks. Nee, dat was een prijs. Nee, 140 euro. Nee, ik denk 130, dacht ik niet. Is dat een faire prijs? Ja, 135 heb ik. Ja, maar ik had het vrij goedkoper gevonden. Ja, juist. 135 is nu wel fair, want alle kaarten zijn opgeslagen. Ja, een beetje. Ja, maar dat is echt vreemd. Ze hebben die uitgebracht samen met Barry. En die doen exact hetzelfde. Hetzelfde, ja. Barry! Dat is gewoon een coolere aard. Ja, zo. Het is zo een full art, maar dat is echt wel Japans. Die kijk ik ook wel sleeven, die... Rosanne? Ja, Rosanne's backup. Ik zit Victoria, want hier zitten er ook een paar anderen in ondertussen. Ja, als je een holographic of zo poelt, dat is ook altijd. Reverse trainer sleeve ik en holographic. Dat zal er niks aan. Dat sta ik ook op camera. Holographic sleeve ook? De holographic sleeve je ook? Ja, holographics. Ja, holographic sleeve ik niet direct, want die steek ik gewoon in mijn map. Ja. De Danny, want ik heb die altijd zo gehouden, maar... Nee, wow, dat is niet erg, hè. Farfetched. Duskull. Grimer. Dat is een crime against humanity. Was dat? Oh, ik heb mijn card trick niet gedaan, zo te zien. Ah. Maakt niet uit. Hexorus, reverse. Bolt orders, altijd heel mooi om te hebben. Zij gerust. Energy. Krottel. Berry. Hey. En Klein. En een code. Wow, een code. Oh, wacht, ja. Zie dat je die codes gebruikt voordat ik de video... Ja, maar ik ben ze allemaal omgekeerd aan het halen. Ja, maar ik het nu niet. Ja, echt leuk. Ja. Jij hebt van die freaks die zo opening video's zoeken, of zo streams, om dan gewoon die codes te snipen. Maar dat is bij mij gebeurd ook. Maar alleen. Ja. En dan ben ik zo aan het openen en zo prolijk... Ah, dat is een holo. Geen halve seconde laten zien. Ik had niet in zorgen dat dat een holo boss orders was. Okay. Dat is een boss holo. Wel nice dat er weer zo'n reprint van is. Ja. Ze willen die spel houden. Dat zijn allemaal hollows en dan niet. Ja, maar reverse hollows die gewoon zijn. Als die rare zijn, wil ik die wel sleeven. Ik weet het niet, ik heb ze. Dat is een rare. Dat is een sterretje best uit. Ja, en dan trainer. Die zijn ook allemaal. Nee, de Manaphy is nog komen. Om even naast. Inderdaad. Maar ik heb die vorige keer echt bijna niet gepoeld. Is iets anders proberen? Ik ga Arceus eens proberen. Reverse trainer. Ik ga ook een pakje open doen. Ja, ik zal aan het Welke wil je? Een shaman. Ja, geef Tibo's een shaman.
Wel boven, wel hier, hè. Hier. Ja, ja, is allemaal boven. Arceus Blessing. Is allemaal mijn content. En de inhoud is ook sowieso van mij. Taal, het zou erg zijn. Boom. Zo te zien al... Ah, ik moet dat afzetten. Banana cup. Maar tot nu toe al wel heel mooie pools. Maar... Is dat net door de helft, denk ik? Ja, denk het wel. Zo, de Arceus V zou heel mooi zijn. Ik heb de Arceus niet thuis. Ja, Arceus is wel goed. Ja, Arceus is momenteel. De Jovi had daar problemen met die te pullen. Burmy. Oh. Ja, echt zo funny had. Ik heb dezelfde gepoeld als jullie. Hey. Hoi! Hey. Hey. Heb die nodig? Ik heb die nodig voor mijn deck. Hey. Heb ik al... En een Lapras. Nice. Dat is heel nice. Elena had... Oeh, en een double energy ook nog eens. Want iedereen speelde gewoon met Burmy. Ja. Dus... Ah ja, ja, juist. Dus dat ook wel, hè. Dat is een good Burmy. Een good Burmy. Good Burmy. Raichu V. Raichu V. Hey. Hey. Hoppa. Het wel, alleen ze precies het geld er al uit onthouden. Ja, zeker. Maar ik zeg, in deze boxen kun je nu veel meer... Als je gewoon één Remo Charizard hebt, dan heb je het al terug. Dat is waar. Zijn er ook boxen dat je gekocht hebt dan? Ja, maar die zijn op, er is om te verkopen eigenlijk. Ah. Hoe is die Charizard waard dan? Die staat nu voor 140, denk ik. Nee. Ja. Jezus. Steel Energy. Taal. Als je Engels doet, dan zit je... Ah ja, zeg gewoon 4. Ja, nu heb je geen 3. Die vervangt eigenlijk je Energy kaart. Spothelmet. Spot. Executor. Carablast. Ik heb nog geen Excavalier hier gepoeld. Ah, wat wel. We zijn Clefairy. Ik heb er extra. Cherubi. Sock. Corphish. Reverse Beartic, wat denk ik een rare is. En Torterra Hollow. We kunnen dan challenge en dan lose it. En Staravia. Is dat een energy card? Nee, dat is zo'n token die je moet gebruiken voor zo die effecten te activeren van V-Star. Die moet je dan zo omdraaien. V-Star hebben nog een speciale aanval die maar één keer soms krijgt, zoals die extra aanvallen. Ik ga het gewoon zo doen. Hallo. Dat zijn leuke kaarten. Ja. Hollows en reverse hollows. En twee reverse hollows. Ik ben in de meeste kant. Die doe ik cute. We hebben nog ongeveer nog een goede stack van kaarten over. We hebben nog ongeveer een goede stack. Maar het is goed stook. Het belangrijkste is dat we Mario Kart gaan spelen. Ja, net zo. Je boy. Je boy. Time to get to whoop your ass. Is er iemand die niet gaat meedoen met Mario Kart? Ik denk ik. Ik ben niet mee. Elina, waarom ben je teleurgesteld? We hebben nog zo geoefend. Allee, Elina. Psychic Energy. Nee, ik ga toch Executor. Oh, jongen, je hebt enige poot dat Welke? Rani net heeft gepoeld. Oh, die wil ik ook. Die is echt, die Houndoom is zo goed. En The Root V. En dan nog eens de trainerkaart van Houndoom. Ik wil wel meedoen, maar ik heb hem maar nee, en rijden was een voor met hem. Ja, de autostuur, ja, die is het zo thuis. Ja, oké, dan wil ik wel meedoen. Ja, ik doe mee. Elena doet ook mee. Elena doet mee. Blijkbaar. En dan nog eens de Root V. En ik, de Hink. En een Grandmaster. Als je me nodig hebt. Als je me nodig hebt, doe ik wel mee. Oh, wat heb je geboekt? Grandmaster V. Ah, nog een. Wat? Ja, die is leuk. Gambo. Ja, vanaf. Oh, dat is ook wel nice. Universal Trainer. Ik vind al die hardwerks altijd zo mooi. Ja. Ja, maar even serieus. Sinds de Sword and Shield era is Pokémon echt een game upgestept met een card art. Ja, maar zo echt vanaf Sword and Shield base is echt die card art echt mwah. Echt heel goed. Dat was wel fire. Ik vond dat echt goed toen ik dat had. Dat is geen rare. Als dat rare is, dan staat er zo'n sterretje hier. Die sleeping, want de rest is gewoon een common. Weavile. Positief. Daar waren we even nog bezig met mij natuurlijk. Corphish. Golette. Chimeko. Chimchar. Ik
hoorde het. Minkino, alsjeblieft. Waarom zou ik het anders doen? Pipply Perverse en. Galarian Zapdos Golden Rare. Jawel. Ik heb mijn box terugverdiend. Ja. Ik heb mijn box terugverdiend. Zijn pre-release druk was niet oké eigenlijk. Want die had eerst zijn Granbo getrokken en dan kreeg ze nog 3 extra passjes. Had hij nog die Zapdos getrokken en de Dene. Shaman en Charizard. Shaman en Charizard. Jesus. Die man ik ben. Stacked. Boy wel stacked. Ja, algemeen echt wel heel goede kaarten gepoeld. Ja. Ja. Ook heel veel op meta-kaarten. Zoals de Houndoom, Single Strike, Boss Orders. Zou ik geen joke doen? Als ik maar. Ja, gewoon lief kijken naar Of gewoon vragen. Ik bijt niet, alleen als ik honger heb. Zo, heb je honger? Nog niet. Mijn honger is gestild. For some odd reason. Fighting Energy, Kindler, Ultra Ball, altijd nice om te hebben. Hitmontop, Imp Dimp. Ja, het is. Je mocht hem ook hebben. Staryu, Riolu, Starly, Milkery. Impidim. Milkery? Nee, Milkery. Oh, dat is precies. Throw Reverse Holo en de Empoleon Holo. Oh my god, Elina. Dude, ik heb denk ik de beste box ooit. Dat ik ook. Dat is letterlijk een Golden Rare Stadium. Dus dat is. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Geld en een waifu. I got my waifu. Nice. Damn, ik ben echt mijn geld eruit aan het halen. Splendert. Doe maar. Grasenergie. Een normale bezin waar Eline goud heeft getrokken. Crawdant. Ultrabal, altijd goed. Altijd goed. Exu. Yes, ja, maar die is ook nog vrij goed. Impidimp, coole Magmar, coole Riolu, Burmy die Eline graag heeft, Probobass, fucking Wormadam! Je hebt de 3 verschillende erin zitten. Ja, en ze doen allemaal iets anders. Hetzelfde. Ik dacht dat iets anders. Ja, ze doen allemaal hetzelfde. Dus allee, maar gewoon eigenlijk, hij gaat vanaf fucking wat raken eigenlijk. En dan ik heb een chance. Maar ik denk dat mijn ratio. Deze is vrij goed. Ja. Mijn lucht was goed bij Arceus, denk ik. Ja, ja. Hey, ik moet maar zeggen, ik heb. Nog iemand die een pakje wilt open doen? Ik ga wel eentje voor mijn eigen houden. Ja, volgende keer. Ja, dat heeft iedereen een pakje. Super. Okay. Nee, maar. Kaarten tonen, hè, man? Ja, wel kaarten tonen voor de cam. We willen onze content. ik weet niet. Ik denk dat dit wel super goede content is met 2 golden. Meer! En er zit een reverse holo rare heb ik nog trouwens. Reverse holo Mewtwo. Hoeveel van die kaarten doe je flippen? 4. 4 van voor. Ja, dat is niet zo'n goede pool, maar maakt niet uit. Eentje is al de reverse rare van Mewtwo, ook altijd nice. Doei. We gaan sowieso, als we al boosters open gedaan hebben, gaan we wel nog een round-up doen. Van alle pools die we hebben. En het ziet er echt wel heel spicy uit. Het ziet er vrij goed uit. Het ziet er heel spicy uit. Hier is je dingen dat je wilt hebben voor je. Voor mijn deck, ja. Dus ik heb de reverse Staryu. Ja. En is dat de holo? De holo versie of de non-holo? Ja, de holo. Ik was enkel in fur nodig. Holo. Ik heb enkel in fur nodig gepoeld van de drie. Reverse Nosepass? Ja. En een holo Moltres. Hey. Oei. Dat is ook een goede kaart, hè? Gebruikt ook, ja. Ja, dat is een goede kaart. Dat is holo. En de Muk. Zo. Niet speciaal, maar een pakje open gedaan. Ja. Hallo de Danny. Is dat een mad party? Nee, dat is niet de mad party. Nee. En is dat een gewone muk als laatste? Of is dat een gewone muk, ja. Maar die helpt ook niet. Merci. Oké. Voilà. We moeten wel een beetje weten welke allemaal. Wat even kijken hier. Het is een beetje een chaos, mensen, maar dat komt omdat het gewoon een keigoede sfeer is. Cynthia reverse trainer, dat is een reverse rare. Oh, Hoger heeft er ook nog een goeie.
Uh-huh. Ja, maar ik ga even... We moeten drie laten zien. Ja, ja, laat maar zien, laat maar zien, laat maar zien. Allemaal? Mocht je zelf kiezen. Allemaal ofwel, maar wel opbouwen natuurlijk naar de... Dat is geld er. Ja, we halen dat de 50 cent. Ik ben gewoon eventjes mijn kaarten aan het sorteren van de pools die Eline heeft gedaan voor mij. Want daar zitten eigenlijk ook wel hele goede pools tussen, zie ik al. Want ik zie nog een Empoleon terugkomen, ik zie Dustmark terug. Ja, dat is een uwe. Je hebt geen van die pools. Nee, ik heb betere pools. Professor Research Hollow, ook altijd nice. Cynthia's Ambition Reverse is ook altijd heel mooi. En dan nog de Hollow Rare met Luxray. Ik heb echt wel heel goede pools. Nee, pools zijn echt goed. Ja, doe maar, Holger. Oké, ik heb een Gebite. Een Gebite. Torkoal. Ja. De Clefable. En... En de character art van Al Creamy. Ook heel mooi. Elina. Ik wist dat je die tof ging winnen. Ik wist dat je die tof ging winnen. Ik wist dat je die tof ging winnen. Ja, ik ga Sam eens de hele character round doen, maar ik kan wel al zeggen dat dit echt wel een hele, hele, hele goede box is. Is er nog iemand? Ik kan je naar de bar gaan. Zijn er nog iemand met boosterbox, met kaarten? Nope. Dan is dit de laatste, dames en heren. Voor de box. Geen nog laatste pak, lukje? Nee, ik denk dat ik mijn luck is opgebruikt, denk ik. Oh, ik heb zo'n voorroep. Eens kijken, ja. Oh ja, ik weet discussie. Vier. Fighting Energy. Primplup. Montferno, de eerste keer dat we hem pullen. Dat is wel geweldig. Inderdaad. Beartic. Electrobus. Hawlucha. Weasel. Gible. Trapinch. Reverse Holo Vibrava. En Mewtwo. Het gaat gewoon al trappers met Bava Flygo geweest. Dat is inderdaad heel funny geweest. Dan gaan we even alle kaarten bij elkaar pakken. En een round-up doen. Zoals jullie al kunnen zien, hebben we echt wel een heel goede booster gehad. Reverse rares. De character arts. De V's. En dan de full arts en golden rares. Ja mensen, we zijn om gewoon een idee te geven wat we nu gepoeld hebben. Dit is wat we allemaal van waarde tussen aanhalingstekens gepoeld hebben. Reverse holo rares, full arts enzovoort. Dus dat is echt wel een serieus pakje. We beginnen natuurlijk met de Mewtwo Reverse. De Beartic is inderdaad... dat is gewoon uncommon tot te zien. De Crawdont. Luxray, Dusnoir Hollow, Moltres Hollow, dan hebben we onze twee Empoleons Hollow, Torterra ook twee keer, de eerste die we nu gepoeld hebben, Inframe. Fun fact, mijn favoriete Pokémon heb ik niet gepoeld in heel mijn box. Hey, ik Professor Research Hollow, Boss Orders Hollow, twee heel goede kaarten om te hebben sowieso. Cynthia's Ambition Reverse, Gloria Reverse, Double Turbo Energy Reverse. Team Yell's Cheer Reverse, Roseanne's Backup Reverse, Choice Belt Reverse, dan de eerste character art met El Creamy, dan de hele coole Houndoom character art. Nee. Dan twee keren onze Single Strike Urshifu V, wat ook altijd niet slecht is. Dustmar. Character art. Nu komen we bij onze V's van Gramble, Zeroot, Raichu, Charizard V-Star, Raikou, wat ook een heel goede kaart is, als ik me niet vergis met zijn ability, Kingler V, de eerste full art met Cynthia's Ambition, Shaman V, Golden Rare met Galarian Zapdos V, en Magma Basin Golden Rare. Dat waren dus de pools. En
Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Het was een beetje heel veel mensen die inchimeden, heel veel mensen enthousiast waren. Allemaal leuk om te zien. Join ons zeker op onze Poképlay pagina. Voor meer van deze coole dingen, onze events, kan je altijd terugvinden op onze groep en de pagina. Dus hopelijk tot later. Ah. It is what it is.